Dr. Penniman. Ach, staat er geen tip in onze dinges? Devore founded the Blue Ridge Mine and built the Devore Mansion. Found guilty of murdering his wife Joanna in October. Since the hanging in the Beaumont. Numerous service personnel connected to elements of Beaumont Solomon. Wacht even, zit er boven in jouw map, niet een Solomon Island? Priest Island. Ah, kut. Pastoor Island, zeg maar. Allerlei kleine kindertjes komen. Oké, okay, nee, want als je documenten bijpakt, als je het journal doet. Ja? En dan hebben ze het ook op Blue Ridge Mountain. Blue Ridge Tunnel achter iets. Kunnen we daar niet weer in? In die tunnel, misschien? Maar die zegt je moet south on Solomon Road. Maar nu dat ik ze op die map zie, er zijn twee Solomon Roads. Links van onder en links van boven. Oké. Dat weet ik niet, probeer nog maar even door dan, één van de twee. Ik ben hier nog op zoek naar die portal. En ik heb dus de tekstding gevonden bij tier 12 als je show image doet. Oh, motherfucker. Ik krijg een zooi achter me aan hoor. Maar dan, dan staat er namelijk iets over bestond. Die voorfounder de Blue Ridge Mine en built die voor bla 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 bla. Ik weet niet wel. Oh ja, Solomon Island History. Maar ik weet niet wat Solomon Island is dus. Of waar het is. Maar ik denk dat misschien daar een tunnel is of zo. Ik noem maar iets. Er is nog een dude aan het zoeken, Black Rain, in Caps Lock. Dat was 26 juni was dat, hè? National Caps Lock Day. Ik heb, ja, maar ik heb weer een portal gevonden, maar die werkt ook niet. Hé. Hey. Huh? Krengen die werken niet, sommige. Die anime dingen, animus gevaters. Is oké. Okay. Ik ga nu naar Northern Ireland. World's End, Suicide Buffy, Mason's Crimson King, The Lighthouse. Dinges rond de Blue Mountain zijn Azabanspan, Devore, Bridge, Kraken Cove, Kraken Point, Skull Island, Azalum, Solomon Road. Ja. Komt er dus echt via Solomon Road, hè? Ik heb een Wordstone hier. Ik weet niet wat het is. Maar het wordt er niet makkelijker op dus. Fucking hell. Zoveel ding. Oké, dit vind ik eng. Nee! Nee, Yves, help mij! Oh, wacht. Deze dude kan ik zelf wel aan. Trouwens, text change, maar ze kunnen ook fuck off. Oh. Ik heb een butcher, een dude met een kettingzaag achter mij aan. Laten we het daarop houden. Nee. Dat komt wel voor, joh. Ja, even, hij is even de helft dood. Ik krijg nou een penetratie, zeg maar. Oh. What the fuck, jongen? Ik hoorde echt zo die kettingzaag al. Ik denk, oh crap. Ik loop heel iets verder, komt hij uit de bosjes gezet. Oh god, wat hebben we nou nog meer dan? Ik heb nou twee van die homo's achter me. Wow. Nee, niet echt. Maar ik zit er binnen 5 minuten wel mee wiksen. Ja, zo. Dat mag. Kom op, 7 skill. Zoekt jij maar achter die mountain, joh. Ja, dat is kampen. Kom op, best. Sterf, jongen. Vuile vieze. Haha, eindelijk. Pff.
dat het zo lang moest duren. Oeh, nice. Ruthless Fist Weapons. Nou, wel leuke blade, zeg maar. Oeh, een motorbootje. Oeh, wat de hel ben jij? Oh, ze friendly. Ik was ook bang van iets, hè. Maar ik zal eens zien, inderdaad. Ik zou eerst eens even hier rond gaan lopen op zoek naar die portal. Maar... daar heb ik weinig vertrouwen in. Hé, hey, daar brandt wat. Is dat een lore? Nee. Dat is een gefraaide motorboot. Yay, maps uitkammen. Ik ga naar het einde van de wereld toe trouwens. World End. Die stenen zijn echt nog wel mooi op dat strand trouwens. Zo'n tessellation. Het ziet er echt mooi uit. Echt keien die op elkaar liggen en dergelijke. Het is echt vet mooi tessellation. Zeker. Het is nog wel zwaar op zich. Ja, niet dat ik er last van heb, maar... het zal nog wel zwaar zijn denk ik voor die service. Zoveel lui die overal langs lopen en dergelijke. De zieke servers. De zieke server. Was er maar één toch? Hallo. In principe, ja, hij had al die server racks, maar. Dat is maar één kaske. Zombies. Ik ga naar de vuurtoren toe. Zal zo'n fucking pokken eind lopen. Zoveel fucking zombies. Waar zit jij? Ergens op die fucking map, jongen. Onderaan. Helemaal onderaan bij World's End. Ah, ja. Ik ben helemaal een rondje gelopen. We hebben een paar dingen hebben dus, maar... oh god. Moet ik juist... maar die langs... portal? Ja. Ja, als je logisch nadenkt, die laat die foto van die academie zien. Dan zal die wel ergens aan die academie zijn, hè? Ja, nee, want die van Kingsmouth, die portal, die brengt je naar het andere ding toe. Naar die boomstam, terwijl het politiebureau staat. Dat vroeg ik ja van... oh. Daarom. Want bij die, okay. Ik ben bij de Academy, die hebben we twee spawn points. En die ene heb ik, die mountain die daarachter zit, die links ervan, die Regatta Hill. Daar ben ik al geweest, maar die pakt dat niet. Die doet niet wat, zeg maar. Rustig maar, zombies. Wat de hel ben jij dan? Oh. Kut. Een zombie Goliath staat hier voor mij. What the fuck is the Black House, jongen? Daar ben ik nog niet geweest. Ik wou er nog naartoe gaan. Dat is het. Als je de trap op moet lopen, dan duwt de haas uit de haas, jongen. Oeh, dat wil ik wel zien zo meteen. Daar ga ik nog wel mee. Die duwt je er gewoon uit? Je wordt gewoon weggeduwd? Van de trap? Ik ga even naar de vuurtoren toe, over het bruggetje heen, dan kom ik naar het huis. Eens even allerlei bitches killen. Oh god. Oeh, donders. Ik landde nog net goed voor de... ten eerste Solomon Road aan het volgen, jongen. Die is hier ook nog. Hier ook? Ja. Waar dan? Vrees hem. Van boven. Links van boven, rechts van boven. Zie ik niet meer. Kan hem uit. Ik heb een wesp geduwd achter me. En bedankt.
neemt ook een dude meerdere zonden te doen. Ga je nou dood? Of niet? Oh ja, skills. Ik heb het overleefd. Niet echt overtuigend, maar. Rustig maar, zombies. Doe niks. Oh, motherfucker. Zoveel zombies. Oké, die vuurtoren. Die staat echt van ellende in elkaar, zeg maar. Hij hangt niet van ellende in elkaar, maar hij staat van ellende in elkaar. Oh. Zombies. You may now resurrect at the Animal Well Lighthouse Beach. Beach. Oeh, dat is wel een long fall. Is hier vanaf donderd erbij wel de lul. Mag je bok eind gaan zwemmen? Wel echt een mooie map op zich. Aparte shit erin. Zeker. Maar oh my god, do you want to travel to Blue Mountain? Yes. Waar? Links van boven in de map. Daar waren we toch al een keer net. Bij die big ja, shit. Ja, dat is bij de koekoekskleine. Ja, maar daar waren we. Toen gingen we er naartoe en er gebeurde geen rol. Waarom werkt deze lift niet? Waarom moet ik op lift knopje druk? Is dat lift knopje? Is hier lift knopje? En dat is niet Solomon Road East, dat is Noord. Zit jij nog altijd bij die beach? Ja. Wacht, ik kom nu naar u. Gaat dat niet? Dan jawel. Weet ik niet of dat werkt. Ik ben nu meet-up en toe. Oh, dan neem ik die point ineens en dan zit ik weg. Minna Fox heeft ook naar mij getypt. EEE2 of zoiets. Ben je nou bij mij in de buurt aan, of nee toch? Of wel? Ik ben bij de academie, jongen, gespawnd. Oh ja, hij moet eens daar nog. Hè. Ben je niet gespawnd bij de Atlantic Island Park? Wat de hel, die is nog dichterbij. De fairground. Die heb ik ook niet. Ik wel. Lukt het? Ben je aan het vechten? Ja. Leuke rotsen. Wat de fuck zijn dat? Huisjes? Ja, je hebt links huisjes van je. Ik ben jij echt heel creepy aan het volgen nu. Helemaal ingezoomd op de map. Je staat nu bij een huis. Ja, heel veel monsters. Oeh, en nog een grote vitsek ook. Ja, die had ik volgens mij ook een keer zo. Dikke. Oh, word ik aangevallen of niet? Nee. Leek me zo. Ik ben onderweg naar je. Oeh, donders. Dat is ook een dude met een hakbijl. Echt een echte bijl, zeg maar, van vroeger die ridders hadden. Zo'n echte axe. Cool, thanks mate. No problem. Hij was linksboven in de map, hè, zei hij. Dan ga ik daar straks even naartoe en dan is hij geladen. Of had je... Oh nee, dat heb je nog niet gedaan. Oké, dan doe ik het ook niet. Nou, ik weet waar dat is nu. Eindelijk. Ja. Ah, schat, die gast Solomon Road, hè. Dat is toch wel iets. Klopt. Ah, die steentjes zijn hier mooi met Distillation. Ja, hè? Alleen, jij moet zo meteen wel recht doorlopen naar... Je bent sowieso screwed. Je moet boven lopen. Je moet zo meteen weer naar boven, anders dan zit je onder aan de kust. Ik neem even wat zombie vriendjes mee voor je. Een hele bende. Niet nodig. Niet? Heb je eigen vriendje zeg maar. Zo hoog of wat gast? Ja, daarom zeg ik ook. Maar er is één ding aan de zijkant op een gegeven moment, hè. Er is een weggetje aan de zijkant. Ah, what the fuck, jongen. Er is weer iemand die zombies meeneemt, hoor.
naar mij toe. Die dropt zo mooi bij mij. Jij ook weer een sloffing body. Assembly material. Maar wat heb ik nu gezegd over die fucking kanker kneading reeds af? Ja, ik dacht al, wat de hel. Maar doe maar. Rare shit was dat. Waar is die kuttingen? Op die dingen zelf, ja. Zeker. Ja. We hebben ook een zombie mee. Fuck af zombie, ik ben bezig met mijn inventory, jongen, laat me met rust. Nice, die zombie laat mij met rust. Die gaat achter jou aan. Als het goed is heb je hem al, trouwens. Oh, donders, ik loop bijna van die brug af. Heb je hem? Oh, nog niet. Ik ga wel even naar boven in die vuurtoren, trouwens. Maar als je dat doet, dan zegt hij, do you want to travel to this new location? Dus vraag me af wat het is. Het is wel een mooi vuur, toch? Dat wel. Waar kun je dat drukken? Hier. Achteraan. Waar, naast mij staat een knopje. Ah. Maar ik weet niet waar we nou heen gaan. Do you want to leave this area? Zijn we? Oh, we zijn gewoon boven. Toch, toch. Wat een heisa. Oh, wat een mooi uitzicht. Zo, er gaan nog chef naar boven. Oeh, je ziet iemand. Oeh, een lore, beneden zit een lore. Terug, een lore. Kom hier, lore. Ik heb je gemist. 147.000 XP. Voor wat? Twee missies. Oh. De Orochi Group. Krijg ik. Daarachter zit een lore. Heb je ze allebei geëquipt? Van die... die nee, niks. Ah, oké. Okay. Ik ga hier stoppen, denk ik. Ja, dat kan wel. Ik ga naar die Blue Mountain dingen, naar die haas, daar stop ik. Nog 1 minuut lopen of ze hem ook niet. Spring hier wel naar beneden, helpt hè? Moet die dan ook niet opnieuw laden naar een andere area? Nee. Ah, oh my god. Oh, hey, donder is van de dinges af. Oh nee, kut. Ik ben al beneden. Fuckers. Helemaal beneden in het water? Ja. Oh, jij ook al? Hier zit die spawn point ook. Hoe de fuck komen we boven? Oh. Oh, gezellig. Inderdaad, kotser. Dragon Bay, discover Dragon Bay. Yay. Ben ik nu blij. Jezus, wat een bende dieren zitten hier. Oh, hier komen we boven. Oh, daar valt nog een mee, hoor. Oh, je hebt het voor elkaar. Er loopt een monster voor je aan. Het is eigenlijk mijn monster, maar niet uit. Oké, waar was dat huis? Die kant op, hè? Huis? Welk huis bedoel je trouwens? Oh, hier moet je trouwens inderdaad even rechts. Even kijken. Ah, we zo nou, naar links, lopen, naar links, uit. Naar links, naar links. Dan heb je die spawn point meegepakt hier. Ah, daar ja. Maar nou, die staat bij mij al op de map, ik snap er de ballen van, hè. Ra. Ah, misschien heb ik hem ook niet trouwens hoor, maar sommige dingen unlockt hij niet. Zo raar, oh god, groen ding. Waar wil je nu heen? En naar dat huis toch, bovenaan of niet? Ja, helemaal naar boven. Ja, oké, okay, we zijn gewoon het huis ook nog even zien. Oh, kijk eens, zo mooi. De achtbaan, daar hebben we al mooi bovenop gestaan, hè. No. Met die rare portals erboven. Oeh, chainsaw. Ook al? Waar ben jij? Oh, zoveel. Ik ben over die dingen aan het lopen. Ik ben die allemaal aan het meelokken. Oh, daar. Oh, god. Chainsaw. Is dat er veel?
Ah, oh, oké. Okay. Ze zijn allemaal weggegaan. Ze dachten van meh. Moeten ze toch naar boven lopen of niet? Lopen we nu een beetje schuin. We moeten zo lopen. Een beetje zigzag aan het lopen, man. Komen we er wel. Ik wil niet naar de store. Oh, de store is wel een mooie autowalk trouwens. Autowalk? Ja. Nou, hoef je niet meer de knopjes in te drukken. Ja. Ah, ja. Maar ik weet niet hoe die bij de store komt eigenlijk. Het was puur toeval dat ik erop kwam. Oké, nou heb je wel een groepje zombie achter je. Daar is de haas voor ons. In de bossen? Oh god. Ik neem heel veel oh my fucking god. Ik neem best wel veel lui mee. Nu, al jouw mensen neem ik mee. Ben je nou op die auto gaan springen? Ja. Goed zo, heel goed. Oké, daar gaan we dan. Zombies, die. Oké, daar ging makkelijk. Ik krijg haast geen HP af, joh. Nee. Dat is al geen challenge meer. Dit huis is dat, nee toch? Ja. Gaat dan maar eens naar binnen. Shalali, shalala. Motherfucker. Oh, een lore. Dat huis dat kraakt ook als een malle trouwens. Is foulpool tool? What the fuck zit daar binnen, joh? Via de achterdeur dan? Oeh, nog een lore, trouwens. Haha, motherfucker. Oh, via de achterdeur gewoon. Oké, I'm Eve, dit is best wel een hele creepy room. Holy crap, ik ga hier dood, joh. Kom eens. Wie de fuck lacht daar? Ga maar eens naar binnen in die room. Wat bloed. Dan word je gehit, zie je? Oh. Dat is echt creepy. En waar is die lore? Die is buiten, maar... Waar was hier boven dan te beleven? Oké, eentje. Ah ja. Ah, kun je er in de kelder ook nog? Waar is de kelder dan? Achter de meneer? Trap zeker naar beneden. En daar is ook een lore, ja. Zoveel lores in één huis. Maar dan word je ook genakt, denk ik. Oh, hier is een lore. En wat is deze hier? Cringe candle. En wat? Hier, die candle. Die zie ik niet staan. Kan ik niet wat mee? Die andere lore is buiten op de veranda dus, maar... Ik weet niet hoe we daar komen. Gewoon de voordeur naar buiten. Ja, dat werkt ook nog. Wel raar trouwens, dat hij aan één kant eruit gooit en de achterkant niet. Huh. Nou, oké, als ik hier naartoe. Ah, maar dat is twee trappen naar beneden. Eronder is dat gelokt. Daarmee. Maar hier, verder omhoog, is nog een huis. Dat is de Black Goat Woods. Daar staat ook een huis, een boomhut of zo. Ik dacht dat je die bedoelde juist. Dat het hele boomhut-ding zwiepte. Nog een lore. Ja, klopt. Nee, maar ik dacht dat je dat bedoelde. Dat het hele boomhuis naar boven vloog. Oeh, donders. Dat ziet nog... Holy crap, lopen ze iets verder. Maar ik ben weg. Ben je al eruit? Nee. Bijna. Is het niet meer goed? Ja. En mistig? What the hell? Je mag zo weg, over een minuut. What the, the fuck? Oké, dat wordt best creepy. Gewoon er doorheen rennen, is niks aan de hand. Ik ben kwaadaardig, ik bedoel liefaardig. Oh, hier hebben we een ladder. Hier komen we omhoog. Een touwladder. Ik hoor echt enge geluiden trouwens. Ja, hierboven is het beste voor te stoppen, veilig. Ja. Geen monsters. Verder, want ik kom zo bam! In van de e-sting, hè. Oh nee, ik ben er. The treehouse. Discover the treehouse. Newspaper clips. Oeh, lore. Dat is echt eigenlijk met die lores. Oeh, lore. Overal, oké, oeh, lore. Het is wel leuk op zich om die dingen te verzamelen. Als je ze allemaal verzamelt, krijg je story. En dan ben je ook weer nodig in de game. Uiteindelijk
Wacht, ik ga het dak. Oeh, wacht, er zit er boven ook een lore volgens mij. Oh, nee! Oké, ik donder van de bomen uit af. Ik klim alweer omhoog. Er komen meer mensen omhoog trouwens. Maar volgens mij was er boven toch een lore. Heeft hij een duur flashlight? Hoe kom je daar boven dan? Via de ladder. Waarom wordt mijn... Langs de rechterkant. Oh ja, daar. Mijn hele vision is heel blurry trouwens. Nou niet meer. Secret files met een paswoord. Waar? Oh, hi. Hier, ik heb een lore. Using. 1712. Nee. Nee, je komt vanzelf nog een keer, denk ik. Leak secret files. Nah. Ah, incorrect code. Bij alles deed hij niet wat, behalve bij 1337. Dus incorrect code. Ik wil hier bovenop het dak. Die boom die leeft, heb ik het idee trouwens. Hij kraakt me iets te veel. Oké, ik ben weer naar beneden gedonderd. Express eigenlijk. Oké, ik kom weer naar boven en dan sluit ik af. Ah, motherfucker jongen, dan komt er ook in een... Oh, we gaan gewoon door elkaar heen. Er kwam een duur naar beneden geklommen, maar ik kan veel beter gaan springen. Want het duurt zo lang voordat hij beneden is, jongen. Tegen die tijd spring ik naar beneden en klim ik weer omhoog. En dan heb ik er alsnog ingehaald. Huh. Maar misschien heeft het iets te maken met die newspaper clippings. A number of newspaper clippings describe mysterious disappearances, blablabla. Bla bla. Read the clippings to find out where the men who came in. Ik denk dat het iets mee heeft te maken met dat ding wat hier binnen zit, Yves. Nou, dat zullen we morgen wel zien. Ja. Komt wel gewoon. Max, neem me weg. Joep. Joep.